houdt eigenlijk soort van alles in, maar met een nadruk, een focus op eigenlijk ja, de nieuwe media, het audiovisuele en alle vormen van kunst die verder in de ateliers op deze academie niet worden aangeboden. En dat zijn dus vooral wat nieuwere vormen, kunstvormen, zoals performancekunst, installatiekunst, sociaal geëngageerde kunst, kunst in de publieke ruimte. The One Minute, dat is iets wat al heel lang bestaat vanuit het Sandberg Instituut in Nederland. Dat zijn 1-minuten films van kunstenaars en kunststudenten. En natuurlijk, de naam zegt het al, dat zijn 1-minuten films en steeds volgens een bepaald thema. En ik heb eigenlijk bedacht om met mijn studenten ook zelf een thema te kiezen. Dus niet vanuit The One Minute, maar vanuit onszelf. Een thema te kiezen en dan met de studenten die 1-minuten films te maken. Op theoneminutes.org hopen we dat dan binnenkort tegen te komen allemaal. Ja. En, we hebben dus ook weer een performance blok gedaan, zoals ik ieder jaar doe. En dit jaar was dat specifiek ging dat over Fluxus. We hebben dus even een tijdje over Fluxus, de Fluxusbeweging, gepraat uit de jaren 60. En dan zijn we met de studenten die ook hierin allemaal leek waren in het doen van performances. Zijn we eigenlijk begonnen om zelf vanuit die Fluxus-gedachte werk te gaan maken, performances te gaan bedenken en gewoon te gaan doen. Heel experimenteel, heel erg on the spot heel snel en kort op elkaar veel dingen gedaan. En dat is in deze ruimte allemaal gebeurd. Dat is bewust ook niet in het lokaal gedaan, waar we normaal werken. Omdat ik eigenlijk het belangrijk vond dat we niet in zo'n, zeg maar, echt een klaslokaal, maar echt in een ja, zeg maar, meer klassiekere tentoonstellingsruimte, of in ieder geval een ruimte die wat meer uitstraalt dan een klaslokaal. En ook om los te zijn daarvan, om echt een soort vrijheid te kunnen creëren. Vrijheid in het denken, vrijheid in het doen dus ook. En ja, dat is volgens mij ook heel goed gelukt. We hebben uiteindelijk 3 series gedaan van performances. Ah, it's so liberating. En in het begin was dat eigenlijk nog heel kort op de grondbeginselen van de Fluxus en zeg maar, de ideeën van de Fluxusbeweging. Maar eigenlijk heeft gaandeweg hebben de deelnemers echt ook weer dat heel erg naar zichzelf toegetrokken. Naar hun eigen creativiteit, naar hun eigen ideeën, naar hun eigen andere werk. En is er een heel mooi soort mix ontstaan en ja, het is een heel mooi resultaat ook uit voortgekomen. Protective custody, collective delusions, branding initials into flesh. Uiteindelijk is die in februari van dit jaar. Heeft die plaats gehad in het gemeenschapscentrum en natuurlijk met allerlei beperkingen, maar we hebben werk kunnen tonen en ja, niet per se direct over COVID, maar meer indirect ging het over gewoon het afgelopen half jaar. Wat reflectie eigenlijk al op iets waar we nog middenin zitten. Zo, dat was een beetje het idee, een soort tussentijdse reflectie te geven ofzo. Er waren schilderijen, foto's, er was ook een soort installatie en een aantal films. Dus alles is steeds mogelijk ofzo. En alles kan gecombineerd worden. En dat is naar mijn gevoel ook veel meer zoals hedendaagse kunstenaars steeds meer werken. Alles kan de hele tijd. Je hebt beschikking over veel meer technieken dan vroeger. En er is veel meer kennis en het delen van kennis gaat steeds makkelijker. En ja, dus eigenlijk merk ik dat ook om me heen met andere kunstenaars. Die denken niet zozeer meer vanuit een discipline, maar veel meer uit van een gedachte. Wat wil ik eigenlijk zeggen? En welke tools, wat heb ik daarvoor nodig? En dat ga ik zoeken. En per project kan dat inderdaad verschillend zijn. En daar is mijn atelier voor in het leven geroepen, denk ik. Omdat, ja,
om daarin te voorzien. Wel, ja, ik heb nu voor het eerst leren monteren, laten zeggen. Dus de eerste keer dat ik zelf een soort van klein filmpje gemaakt heb. Dus dat is wel aangenaam. Het is nieuws leren, een nieuwe vaardigheid. Dat dan proberen te onderhouden, ja. Ik denk dat dat voor mij toch het leukste is. Dus ja, de sfeer in de klas was ook altijd goed. En Bas is ook een goede leerkracht. Dus heel aangenaam.